En leuk dat je weer kijkt. We zijn er weer, hoor jongens. We zijn er weer. We zijn weer in de Efteling. Het is echt fucking druk. Kijk eens mensen, wat een volk allemaal, hè. Het is weer helemaal druk. Maar we zijn er weer. We gaan vandaag kijken wat het Negenpleinen Festijn is. We gaan het vandaag wel zien. We gaan het vandaag wel meemaken. Maar we zijn er in ieder geval weer. Nou, het is echt ontzettend druk. Security staat wit. En ik ben nu samen met... Kevin. Ja, Kevin, ja tuurlijk. Heb jij er zin in? Ja, de eerste keer de Pleinverstein. Ja, eerste keer... Benieuwd hoe het is? Ja, benieuwd hoe het is. Eerste keer voor ons het Negenpleinenfestijn. Dus we gaan het wel zien, jongens. We gaan het wel meemaken, hè. Platte grond. Een souvenirje zeker. Gratis. Hebben we dat nodig? Platte grond. Altijd makkelijk. Weet ik voor wat. Thuisbrekers onderzetten. Ik zeg ook maar wat. Kun je thuis gebruiken als onderzetten, zegt Kevin. Hoe moet je dat anders mee doen? Nou, we weten de bekende weg, hè. We gaan gewoon langs de gastenservice. En dan gaan we het wel zien. Of als we even mijn Efteling abonnement pakken, natuurlijk. Ja, niet verrekt, hè. Oh, even wachten. Godverdorie. Waar laat ik hem weer? Nou, ik heb hem mooi. Efteling abonnement dus. Nou, dan gaan we weer door de... Gaan we weer door de potjes heen, hè? Staan ze weer de vlaggen? Ja, de vlaggen van Negenpleinenfestijn. Nou, hop. Veel plezier. Oh. Oh jee. U wil wel naar binnen, denk ik. Ja, ik wil wel naar binnen, ja. Ik zou weer uit mijn handen vallen. Ja. Maar hij werkt nog steeds. Efteling abonnementos. Hij werkt, dus... ja, we zijn binnen, jongens. Een lekkere lange dag Efteling vandaag. Kijk, jongens. Daar hangt hij, hoor. Daar hangt hij. Het Negenpleinenfestijn. Nou, ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. Ik hoop dat jullie er ook ontzettend veel zin in hebben. We gaan richting het... We gaan maar richting de attracties, hè. We gaan maar weer het park in, hè. Loop het park in, kijk eens. Wat leuk. Ja, op. Ja. Oh, wacht even. Kijk eens eventjes. Wij gaan voor jullie echt de kabouterfoto maken. Oh jee. Eerst gaan wij een rondje draaien. Oh, we gaan een rondje draaien. Kijk, daar komt ze. Hoppa. 2. 4. Zie je tanden? Hey, hij is leuk. En een hele mooie dag, hè? Ja, gaat zeker weten goed komen. Dankjewel. Hartstikke leuk, hartstikke leuk. Leuk, hè? Ja, echt hartstikke leuk. Echt hartstikke gaaf. Speciaal een rondje voor je. Super. Nou. Het restaurant en aanbouw wordt ook steeds meer een... Kijk eens, de buitenkant is al helemaal klaar al. Er staat nog wel een hekje omheen. Maar de buitenkant is al helemaal klaar al. Kijk eens hoe mooi. Netjes, ziet er echt netjes uit. Ja, het ziet er netjes... ziet er netjes uit, hoor. Ziet er gelikt uit. Dus... ja, het ziet er mooi uit. Nou, hier de Hollandse gebakkraam weer. En natuurlijk aan de rechterkant de Fata Morgana. Ja, doe maar! Wat blijft hij nou? Pak. Kijk wat is. Wat zit erin? Wat is het? Hier het is. Oh, wat is het? Kijk. Zou je het noem je dat? Oh. Zou je het is.
Weet jij wat het is? Ik zou het echt niet weten, jongen, wat het is. Nou ja, grappig in ieder geval, toch? Nou, voor een euro. Nou, weer een euro verpest. Ja, toch? Nou, gaan we weer verder? Ja, we gaan weer verder, hoor. Ja, nou, we zijn er net allemaal in geweest. Ik heb niet alles meer gefilmd. Ik heb geen attracties meer gefilmd. Maar we zijn in ieder geval in de Droomvlucht geweest. En in Symbolieloods. Ja, in Symbolica toen Droomvlucht. En bouwupdate. Oh, bouwupdate, bouwupdate. Moest wel even nadoen, hè? Ja, even fappen. Kijk, hier zijn ze maar bezig. Ik weet niet wat het is. Wat zal er op? Het zijn draaimolen. Ja, normaal is het een draaimolen, maar nou is het een draailoze molen. Nee, want de motor hangt daar, dus dat klopt niet. Ja, zo slecht. Nou, gaan we weer verder, Rias. Oké, doei ja! We zijn in het Volk van Laaf. Nou jongens, gaan we hier even de ingang in. Gaan we even een liedje maken met... Maar ook weer een tijdje geleden. Gewoon weer een tijdje geleden, hè, dat we dat gedaan hebben. Hè. Dus nou, dan gaan we eens eventjes... Hier is de ingang. Hier is de ingang. Zo, dus dan gaan we vier even naar binnen. Hij valt gewoon weer elke keer uit die camera. Echt ongelooflijk. Dan kan ik even een andere batterij erin gooien. Misschien helpt dat. Maar mijn camera valt elke keer uit. Stop met opnemen of gaat het echt helemaal uit? Nee, alleen stoppen met opnemen. Dat is raar. Ja, je weet niet wat het is. Nou, we hebben elke keer problemen met de camera, dus we moeten even kijken wat het is. Maar we gaan in ieder geval even in de monorail. In de monorail, hè. Daar ging iedereen net voorbij. Hè. Daar ging je net even voorbij. Zo, nou en we zitten in de monorail, hoor. Hè. We zitten erin. Samen met Kiewinski zitten we lekker in de monorail. Even lekker chillen in dat ding. Even lekker relaxed. Ik ben al moe van gisteren. Oh, ik ben kapot. Nou, die is de omgeving. Oh, wat mooi, ja, Ria. Oh, ja. Het is mooi, Ria, kijk. Gaat hij hoor. Lof. En daar heb je Loe. Ik heb Lel nog niet gezien. Je hebt ook Lel. Ik pleur in het Lel. Nou, ga je bezoeken. Ja. Toen met Harm met die patatjes. Patatjes gooien uit het apparaat. Ja, al die dingen allemaal. Het is wat mooi, ja. Het is allemaal zo mooi, ja. Het is allemaal mooi, ja. Ria. Baby Gijs. Nou, hier heb ik de Europalaan. Hier rijden we altijd met de auto. Dag! Tot ziens! Het is mijn nieuwe ex. Het is mijn nieuwe ex. Hoi! Hoi Ria. Dat is even gewoon geconcentreerd kijken. Dat je even geconcentreerd kijken, joh. Mensen kunnen kijken. Kunnen ze lekker blijven kijken. Lurk en Limoenhuis. Lurk en Limoenhuis. Weet je wat het vroeger was? Nou. Weet je dat niet? Dit hè. Wat je net zei. Nou, vertel, Lurk. Nou, was een restaurant, hè? Was een restaurant, hè, Lurk. Weet ook wel wat anders wat Lurk is. Moet het nou wel goed zeggen? Je zegt het verkeerd. Je zegt het verkeerd, Ria. Nou, zijn dan goed dan? Doe je dan weer niet, hè? Doe ik weer niet, hè? Ria. Dus,
Zo slecht, Ria. Geen interactie? Nee, geen interactie, helemaal niks. Oh, dan moeten we ook nog even een keer vanaf, hè? Van de glijbaan is leuk. Kijk eens, wat een stoere glijbaan, jongen. Gaat hard, jongen. Gaat 600 km per uur, heb ik gehoord. Gaat het is een duifcoaster van Intamin. Er zitten 3 loopers en 4 kurkentrekkers in. Fantastisch, Aria. Pauze. We zitten vast. We zitten nog vast, en nu? We duwen. Ja. Wat? Het lachhuis. Ik kan niet meer. Kan je niet meer? Ik kan niet meer op. Ik kan niet meer op. Duurt zo lang. Hey Kevin. Ja. Als jij zo doorgaat, dan pleur ik je in het lel. Dat is water. Ik hoop. Dat is maar een beekje, hè? Oh ja, joh. Nou, dat was de rit, jongens. Dat was hem alweer. Einde van de rit. Einde van de rit. Allemaal uitstappen. Stappen vast uit. Ja, doe maar eventjes. Ja. Nou, Kevin, we waren even rust gelaten worden, dus dan gaan we maar weer weg. Dan gaan we maar weer footsie, hè. Oh, ik wil naar huis. Ik krijg geen zin meer. Oh, wacht even, die is leuk. Dit is grappig. Kijk, Ria. Het zweefhuis. En nou. Hey, wat deed jij nou? Je moest toch daar wezen? Nou, het is alweer klaar. Oh, we gaan even naar die kurkentrekker achtbaan. Ja. We gaan even naar die kurkentrekker. Ik wil even die kurkentrekker glijbaan in. Ik wil even die kurkentrekker glijbaan in. Waar kun je ergens in, Don? Ik weet niet waar je erin kan. Oh, je moet er daarin. Ja, ta-da-da-da-da. Ga maar kijken, ja? Nou, daar gaan we dan hoor. Daar gaan we dan hoor. Oh, ik wil naar huis. Ik heb zo geen zin meer in. Ah, oh, dat gaat niet. Moet ik ook nog mijn tas erin kwijt. Ja, en nou? Ah, oh, dat gaat niet, man. Dat ding is helemaal... Ah, oh, ik kom er niet in. Oh, mijn tas. Oh, mijn tas. Mijn tas. Wacht even. Even mijn... mijn tas. Wacht even. Nee. Ja, nou komt hij wel. Nou, fantastisch hoor, jongens. Oh, ik zit vast. Ik kom er niet uit. Oh, ik ga dood. Oh, dat doe ik nooit meer. Oh, er komt er een al achter me aan. Oh, maar ik het ook wegkom. Oh, ik heb overal pijn. Mijn rug, mijn botten, alles doet pijn. Oh, ik ga dood. Wat hebben we hier nog meer? Loof en loetje, weet ik veel wat je... Ik ben er veel stout voor. Ja, ik ben er veel stout voor.
Ik ben godverdomme 42, man. Ik wil naar huis. Wat gaan we nou weer doen? Aardappel gedaan. Oh, is eng. Oeh, hij gaat bewegen. Ja. Nou, dat was het. Nou, fantastisch hoor. Nou, echt waar, jongen. Nou, vond ik het zo geweldig. Oh, ik heb gewoon overal schaafwonden volgens mij. Oh, man. Mijn armen doen helemaal pijn. Ah. Oh. Hier heb je het leunhuis. Doe dat nooit meer. Doe dat nooit meer. Wat is dat dan? Leenhuis? Leerhuis. Leerhuis. Het leerhuis. We zitten daar op school. We zitten daar laaf op school. Allemaal gordijntjes ervoor. Oh ja. Ga maar kijken hoor. Oh, ga ik even, kijken, kijk. Ja, ga ik even, kijken. Best geinig hoor. Ja, hè? Dat is best grappig. En hier hebben ze dus les, hè? Wat? Netjes, hier hebben ze les, hè? Moeten ze netjes opletten in de klas. Hey, je moet wel opletten in de klas. Je staat de andere kant op te kijken. Je moet ook juist goed, zo meneer. Je moet wel even kijken, hè? Je moet wel schrijven, hè? Ik kreeg toch een jaar van kanus. Ja, je moet wel door naar de volgende leerjaar, hè? Dus. Ja, is lekker, broodje. Is lekker, broodje? Nee. Is lekker, broodje? Nee. Hier, broodje. Nee, lekker broodje. Nee, lekker broodje. Dat wil je niet. Nee, wil je dat niet? Nee. Jij wil. Oké, ik wil niet. Doei, punt! Mag zo niet, hè? Wat was er, Kevin? Wat was er aan de hand? Zelfgemaakte waterpijpen. Oh, kijk, een waterpijpen. Oh, hij zit stiekem. Oh! Nou, dat doe je toch niet? Nee, dat doe je toch niet? Vind ik asociaal, hoor. Nou, oké, okay, dan gaan we. Ja, vind ik asociaal. Nou, dan gaan we maar weer snel, hè? We gaan maar weer, hè? Gaan we die kant op? Ja, gaan we weer, Ria? Nou, we gaan weer, volgens Kevin gaan we weer, jongens. Nou, doei, punt. Kijk, het is een animatronic. Kijk maar hier. Dit is de techniek. Oh. Nou, die papa's hebben we ook weer gezien, hè? Ja, heb ik ook weer gezien hoor. Samen brood aan het maken, hè? Nog steeds, Jas, schiet die even op. Hij draait niet. Oh, in de paarden. Zo, hè. Duwen. Hij doet het niet meer. Maar even duwen. Oh.
Japan. Azië. Ja. Ja, dat is Japan. Kijk, de bel Chinezen. Bel Chinezen. Sappelbij. Loods. Hey, kijk, daar heb je Peter en Jelle weer, hè. Kijk, we pellen Peter en Jelle weer. Ik heb ze weer gezien hoor, Peter en Jelle. Ja, we zijn weer bezig. Had ze bezig in het leven. Oh, kijk Ria. Ik wil dat je het hek overgaat en 3 pingwits voor me haalt. Ik wil dat je het hek overgaat en 3 pingwits voor mij haalt. Het hek over, nu. Ja, gaat nu het hek over, joh. Ja, dan ben je te laat. Dan ben je te laat. Ja. We zijn nu onder tijd. Ja, interessant daar. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ja, ja, hè?
Tjoen. Ja. Hallo daar. Ja. Hallo, hallo, hallo. Hallo, 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 hallo. Mexico. Cheerio. En de groeten aan de buren. Groeten aan de buren. Groeten aan de bovenburen. Careful everybody. Groetjes aan de bovenburen. Groetjes aan de bovenburen. Kijk, daar staat hij stil. We mogen er net uit. We hebben geluk. Thank you.
Nou, jongens, ik zou zeggen, proost. Ik heb even een groot biertje gehaald. Vooral met dit weer is dat wel ontzettend lekker. Heerlijk zeg, even een lekkere pilsie. Pilsie erbij en ja, Kevin, nou ja, Kevin drinkt normaal nooit alcohol. Maar ja, Kevin is de Bob, dus ja, dan kan ik wel eens even lekker een groot glas pils nemen, hè. Dus nou, net Carnaval Festival geweest, Kevin is er net in de Vogelrok geweest, Nico Kwant. En ja, ik weet niet, waar gaan we nou in, Kevin? We gaan even daar kijken. Misschien gaan we nog wel eventjes de pagode in. Of de bootjes. We gaan het wel zien allemaal. In ieder geval heb ik mijn tweede kaartje, die was ik kwijt. Die heb ik ook weer gevonden, dus ik heb nu twee kaartjes bij me. Dus dan kan ik tenminste in ieder geval wel lekker filmen. En natuurlijk vanavond het 9 Pleinenfestijn. En daar zijn we natuurlijk ook bij, want we blijven tot het laatste. Tot het einde. Hè? Tot het einde blijven we. Wat zei je vanochtend? Ja, ja, tot 11 uur duurt het vandaag. Dus ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Wordt onze allereerste, het wordt onze allereerste 9 Pleinenfestijn. Kevin heeft het ook nog nooit meegemaakt. Nee. Dat was net na de zomer, hè? Vorig jaar had jij je abonnement genomen. Hè? Ja, weet niet al zoiets. Ja, je had iets van oktober, november of zo had hij zijn abonnement genomen. Ja, dus dit is ook zijn eerste 9 Pleinenfestijn. En ook mijn eerste Pleinenfestijn. Ja. Ik neem nog even lekker een lekkere grote slok bier neem ik nog even. Ja, het is jammer dat Ramon nu niet bij is. Maar dat heb ik wel genomen, denk ik. Ja, de eerstvolgende 9 Pleinenfestijn is Ramon dus weer zeker weten bij. Dus zeker weten het kanaal in de gaten houden. Ja, nog 8 weken hierna. Daarom, we hebben nog 8 weken. Dus in die 8 weken dan zal Ramon zeker weten nog wel een keertje erbij zijn. Je hebt ook alle drie de shows van Aquanura. Ik weet niet of ze wel alle drie gaan zien. Ja, dat kijk ik. Maar in ieder geval die van Chesto, die wil ik wel even zien. Want ik heb ze nu alle... Twee heb ik ze nu gezien en je hebt er in totaal 3. Klopt. Dus dan wil ik eigenlijk nog eventjes die van Chesto die wil ik nog zien. Dat is de enige die ik nog niet gezien heb, die ik nog gemist heb. Dus in ieder geval hartstikke leuk, hartstikke gaaf. En we gaan weer even verder, kijken waar we weer naartoe gaan. Ik drink nog even lekker een grote slok van mijn biertje en dan gaan we zo weer verder. Ga ik hem even lekker even opdrinken en dan... lekker hoor jongens. Heerlijk zo'n lekker koud pilsie. Nou, ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Halverwege. Efteling Hotel. Efteling Hotel. Kavelijn. Ravelijn. En dan hier Symbolica. Symbolica. Nee, ga staan. Ik sta op een foto maken. Ik sta op een foto. Ja. Ja, dat is het. Een grote parkeerplaats. Ja,
Hier symbolica, hè, bron. En daarachter Joris en de draak, hè. Python. Maar wat is dat nou voor achtbaan, Kev? Geen idee. Wat is dat nou voor achtbaan, Joris en de draak? Houten achtbaan? Waar heb je het nou over? Ik weet niet waar je het over hebt. Ik weet niet waar je het over hebt, hoor. Houten achtbaan. Waar heb je het nou over? Houten achtbaan. Gondoletta. Nou, je hebt al de bomen weggehaald en een nieuw parkgedeelte. Ja, nieuw parkgedeelte erin. Dat zou wel mooi wezen. Kun je nog een mooie attractie kwijt, hoor. Ja, dat is de toekomst, hè. Ja. Dat is een nieuwe gedeelte. Ja. Ook een nieuwe achtbaan bouwen, dus. En Dave? Wat voor de bouncecoaster. Zo, nou, we zitten achter het schommelschip zijn we en Kevin is erin aan het gaan. Ik had er echt geen zin in. Misselijkmakend ding, daar heb ik echt helemaal geen zin in. Dus Kevin is alleen en hij is nu aan het wachten. Hij zit hier nog niet in. Dus, dat misselijkmakende ding, daar krijg je maar voor geen 10 paarden in. Laat staan 20 paarden. Maar in ieder geval, Kevin is dus hier aan het wachten. Nou, bij de oude Tuffenbaan is het ook ontzettend druk. Dus het is ontzettend druk, maar het is wel ontzettend gezellig hier ook. En we moeten dus even wachten op Kevin tot hij eindelijk klaar is. Tot hij eigenlijk erin mag. Maar kijk eens even hoe hoog dat ding gaat. Lekker hoor, godverdorie. Ik zou er echt... Liever dat hij erin gaat dan ik, zou ik zo maar zeggen. En ik heb erin al trek te krijgen. Ik heb eigenlijk wel trek in een bootje Unoxworst, maar je zal net zien. Hier heb je nergens Unoxworst. Dus dat is ook wel balen. Maar het is in ieder geval, het is nog lekker weer. We kwamen net op Mr. Team Park, kwamen we net nog tegen. Die was ook aan het vloggen hier in het park. Dus we gaan even wachten en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Misschien geef ik er nog wel even. Ja, ik maak er nog wel even een filmpje van dat hij erin zit, die gek. Dus die oude gek. Dus jullie zien me allemaal dadelijk weer. Tot zo. Nou, daar gaat hij hoor, die oude halve maan foppen. Daar heb je mooi. Daar gaat hij hoor, die halve maan foppen. Kijk, daar heb je mooi. Daar zit hij hoor, daar gaat hij hoor. Zet even zijn tas neer, daar zit hij hoor. Jouw halve maan foppet. Daar heb je hem hoor, die oude halve maan foppet. Nou, daar gaan we dan. Of daar gaan hun dan. Misselijk maken ding. Ik zou er nooit in gaan hoor. Ik vind het helemaal niks. Nou, daar heb je hem mooi. Even een afstandje zo. Dus
is wel heel mooi gethematiseerd, vind ik trouwens. Het is echt mooi gethematiseerd. Op de achtergrond allemaal van die oude huisjes allemaal. En daar gaat hij. Kevin gaat er altijd wel in. Ik niet zo, ik ben niet zo held. Zo, en we staan voor de Python, En ik denk, ik zal eens even kijken wat nou het verschil is. Want jullie weten dat die achtbaan is natuurlijk gerenoveerd. En ik heb hem al gevonden hoor. Het stuk waar de Python was afgebroken. Waar ze het nieuwe stuk op gebouwd hebben. Dat is dus hier. Daar is hij dus, dat stuk. De oude baan is dus meer vierkantig. En de nieuwe baan met een rondje. En daar gaat hij weer. Daar gaat hij weer. Daar heb je hem weer. De Python. Nou, hij draait zijn rondjes weer. Dan komt hij door de keukentrekker heen. Hoppatee. En dat was hem. Daar heb je hem weer hoor.
gaat hij weer hoor. Getakeld. Daar heb je hem. Ja, hij heeft het als een rikketik. Hij heeft het weer als een rikketik hoor. Hij heeft het weer als een rikketik. En daar gaat hij. Hoppa. Zo, nou ik ben net in de Pironia geweest en ik ben weer saiknat. Saiknat ben ik. Ik ben gewoon saiknat. Saiknat ben ik. Nou en hier achter mij is de uitgang en de rolstoel ingang van de Piranha. En daar staat momenteel Ruben Koet van Extreme Rides. Die staat daar. Ik heb net al een praatje met hem gemaakt. Ik ben al met hem op foto geweest. Maar Kevin die zat in de Baron. Dus die... Die heb hem nog niet gezien. Dus we staan nou even voor... We staan nou even voor de ingang even te wachten op Ruben Koet. Kan Kevin er ook even met de foto, hè? Ja, het is wel leuk. Het is wel heel erg grappig. Echt hartstikke tof. Ik ben echt... Wauw, dat was echt fantastisch om zo'n grote YouTuber... Dus ik heb van de YouTubers in land. Ja, daarom. Maar het was wel echt wel bizar. Ja, echt gaaf. Echt super. Ik zag hem al toen ik in de wachtrij stond. Toen kwam ik op een gegeven moment boven, als je bijna bij het einde bent. En toen gaf ik hem een box, maar de afstand was net te groot. En dat ging dus niet. Dus ik zat al in de Piranha, zat ik al van opschieten met de Piranha, want ik wil snel naar beneden. En toen heb ik nog even een babbeltje met hem gemaakt en even op de foto geweest met hem. Ik zal nu de foto laten zien. Zo. Dat was de foto en we gaan zo nog eventjes, Kevin die gaat zo nog even met de foto en misschien ga ik het nog wel even vloggen. Ik spreek jullie allemaal dadelijk weer en kijk eens wat een mooi beeld van de Baron 1898. Maar Marco, ik ook in de Oost een keer in de Lerkers. Kijk, en ik ben weer even aan het vloggen en wie heb ik bij me? Kijk nou eens wie we nou weer bij ons hebben. Hey! Daar heb je mooi, Koet Live. Yeah. Nog een uurtje jongens, dan, dan gaan we naar... Zo, hij is ook zo groot hè, ik moet gewoon heel, die hele camera moet ik gewoon helemaal zo houden hè. Hij is zo groot hè. Ja, schoot maar een kopje joh. Dus we gaan zo naar 9 Pleinen, Verstijn gaat zo beginnen. Ja, en dan... En dan gaan we even kijken. Het wordt onze eerste 9 Pleinen Verstijn. Kevin weet waar we gaan beginnen. Dus Kevin, ja. Jij mag de route bepalen. Jij weet waar het is. Je komt met die dame op zijn daar. Dus hier heb je nog steeds de Bob, nog steeds gesloten. En er stond weer op. Op die ene site stond weer dat het weer is uitgesteld. Blijft een hardnekkig probleem met die Bobbaan. Dus ja, hij is nog steeds gesloten. We staan nog steeds op voor onderhoud, maar dat vertelde ik vorige week ook al. We staan nog steeds op wegens onderhoud, maar hij is gewoon defect. En het is een hardnekkig probleem. Dus het zal even duren voordat hij weer open gaat. Nou, mijn batterij is op de helft. Gelukkig krijg ik steeds minder problemen met mijn camera. In het begin ging elke keer die camera aan en uit. Super irritant.
Hier is trouwens de single riders. Single rider. En ja. We hebben ons favoriete plein voor vanavond. En dat wordt ons. Oh, daar wordt onze favoriete plein daar zo. Jurgen, hè? Jurgen, hè? Ja. We gaan bij Jurgen staan. Zeker te weten. Dus nou, ben jij helemaal blij, Kev? Even met dingen op de foto, leuk. Staat zelf nog in de vlog. Ongelooflijk, echt super luxe. Ik ben echt zo blij. Raar, hè? Dat je zo blij kan zijn dat je zo bekend iemand ziet. Ja, echt heel raar is dat, weet je. Het is gewoon eigenlijk maar een collega. Het is eigenlijk een collega YouTuber. Maar ja, gewoon echt geweldig. Nou, dit is. Ik laat bijna de camera op zouden vallen. Wat is de Steenbok? De Steenbok. Allemaal gezellig. De Steenbok, ik laat mijn camera hebben handen vallen. Geweldig. Dan heb je daar de Fata Morgana. Dus lopen we die kant op. We gaan deze kant op. We weten of Jordi nog goed lukt. Ja, dat zou wel leuk wezen, hè. Dus ja, echt. Echt fucking bizar om. Maar wel hartstikke leuk. Om zo in het echt. Trouwens, ik kan gelijk niet aanspikken, dat is ook leuk, hè. Ja, maar ja, jij bent nogal, hoe noem je dat? Niet verlegen, maar dat andere. Dat andere? Ja, wat is dat andere dan? Dat klinkt zo echt. Oh mijn god. Ja, je bent gewoon afwachtend. Niet verlegen, maar gewoon teruggetrokken, weet je wel. Je hebt zoiets van, ah, dat komt wel, weet je wel. Hij is meer teruggetrokken dan ik. Ik ben gelijk zoiets van, ik stap er gelijk op af, weet je wel, op zulke soort dingen of ja, zo. Ja, Jordi was aan het vloggen, dan ga je niet zomaar gelijk... Jordi? Ja, zo heet hij. Wie? Oh, die van... die andere. Nee, ik dacht dat je het over Ruben Koet had. Nee. Ja, was leuk, hè, met Ruben Koet even op de video. Fantastisch. Dus... ik ben echt blij dat ik mijn tweede kaartje weer gevonden heb. Dan weet ik in ieder geval zeker weten dat ik genoeg heb. Voor vanavond. Over een uurtje alweer, zei je. Over een uurtje alweer, jongens. Het gaat hard, hè. Het gaat echt hard. Dan gaan we lekker naar het Negenpleinenfestijn. Het zal wel ontzettend gezellig worden. Ja. En Rijts.nl, die zou ook komen. Dus, ja, Ramon, daar komt hij weer. We zullen het wel zien. We zullen het wel meemaken, hè. Ik vind Ramon altijd zo fantastisch als ik dat zeg, jongen. We zullen het wel zien, we zullen het wel meemaken. Ik ga even de camera... Ga ik even uitzetten en dan moet ik even de batterij vervangen, want hij begint nou al helemaal leeg. Begint nou helemaal leeg te raken. Moet naar de wc toe. Oh, en Kevin die is van alle opwinding, moet hij ineens dringend naar de wc toe. Oh my god. Nou jongens, ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Tot dadelijk, hè? Nou, er is weer iemand wil abonneren op Israel Tracks. 335 abonnees. Abonneren. Dus nou, ik spreek jullie allemaal dadelijk. Tot zo. Ah, oh, je pukt er wel. Echt helemaal druk. Zette druk. Het is al helemaal vol met mensen al. Daar komen ze. Ja, mooi ja. Yeah.
Oh, even, ja, even schoonmaken, hè. Hoi hoi!
en dan Noora en... Hallo! Ja, dat is Padoes. En Lisa, hij is Padoes nog een heel bandje. Wat kan jij nog hebben? Ja. Oh ja. Zo, dan moest het tegen Plein en Verstijn gaan beginnen. Of is begonnen. Dit was de Bonte Stoet. En we gaan nou naar. Daar? Waar, dat weet ik niet. Weet ik ook niet. Weet hij ook niet. Nou, we gaan in ieder geval ergens naartoe. Ja, heb je dat? Ja, heb je dat? Oké dan. Nou, dat was wel ontzettend leuk, hè? Zag er leuk uit. Hier heb je Pudijn. Pudijn! Dus, ja. We gaan nou beginnen, jongens. Hoppa. Diorama. Nemen, want dan gaat even lekker wat drinken. Hallo. Hallo. Dag Pardijn. Dag. Oh, ik krijg nog kusjes ook zelfs. Kijk. Ik krijg nog kusjes ook van Pardijn. Ja, hè? Het is wel. Kusjes van Pardijn, hè. Ja, dat was wel leuk. En nu, gaan ze dus naar alle pleinen toe en gaan het feestgeruis losbarsten, ja, live muziek, dat is wel gezellig. Dus ik ga even kijken wat ik even neem wil en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo Kevin, nou daar zitten we dan, hè? Daar zitten we dan. De Steenbok. Nou, spannend hoor. Nou, wacht op Jurgen. Ja, Jurgen Vrijlieg. Op het Steenboekplein. En dan kan de show van ons gaan beginnen. Ik heb even lekker bier. Kijk, ik heb een lekker peukje erbij. En ik heb een lekker. Een lekker pilsje erbij. Kijk, een lekker biertje erbij. Heerlijk. Ik hoef toen niet te rijden. Dus denk ik zal er nog eens even lekker een extra groot biertje bij nemen. Ja. Heb je dat? Ja, heb je dat? Oké. Okay. Nou, aan de andere kant is Aquanura bezig. Dus kijk goed. Oh. De tweede symfonie, derde symfonie. Tweede symfonie. Derde symfonie is om 10:45. Dus gezellig, gezellig. Daar gaan we wel even heen, hè? Ja. Met Chesto, hè? Met Chesto. Dus, ik heb nog nooit meegemaakt live. Dus, nee, ik ook niet. Dus die show die wil ik wel even zien van Chesso. Ik heb het gezien dat. Ja, ik ook. Maar we willen hem een keer in het echte willen we hem een keer zien. Dus dat komt allemaal wel goed. Kom wel goed. Nou, doei, later eens. Dames en heren, hier op het gezellige Steenbokplein in de Efteling is het feest! Blijf dus nog even en zing en dans gezellig mee tijdens het Jürgen Freilich Familienfest. Hier is hij, voorzitter van Popschneevereniging de Steenbok, Jürgen Freilich! Vakantie of een ATV, is het geen weer, hoe het stamt of het café. Heb je de paal van ziekte in je tuin, en ben je arm van top tot teentje bruin. Dan ben je toe aan een hele leuke dag, hier in ons park waar niks moet en alles mag. En als ik straks voor je dans en voor je zing, dan wil je morgen ook niet naar de oorzen in je handjes. Nu laat ik opzien, daarin ga je lekker vlug. Als je net vast zit, dan ben je al weer terug. Nu laat ik opzien van je jodeladie. Hier kan je zweeën, oh de ijs en oh de sneeuw. Nu
hele lijf op zie, dat is helemaal mijn ding. Dus ben ik heel graag in de Efteling. Jullie al die mensen zing maar met mij mee. Want van die jula, 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 die... En even zwaaien met je handjes. En met die vlaggetjes natuurlijk. Dus ben ik heel graag in de Efteling. Heel blij, al die mensen zien namelijk bij mij. Hey, al die Julia, Julia, die Bella. En we gaan even zwaaien met de hartjes in de lucht. Hey, hey. Je blij, op zee, daar ga je lekker vlug. Als je net vast zit, dan ben je aan de terug. Je blij, op zee, van je jodelarie. Kan je springen onder ijs en onder sneeuw? Je lijf op zee, dat is helemaal mijn ding. Dus ben ik heel graag in de Efteling. Je lijf aan die mensen, zing maar met mij mee. Want van die jula, 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 die jee. Van die jula, 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 die jee. Dankjewel voor het schöne Applaus und die Flaggetjes mag je houden! Mag je houden! Hallo allemaal, ik ben Jürgen Freilich, voorzitter van Bobsleevereniging de Steenbok. En we gaan vanavond een super tolle avond tegemoet. Hebben jullie er een beetje zin in? Je kunt hier op het Steenbokplein even lekker uitrusten. Je kunt lekker een braadworstje eten of iets te drinken bestellen. We hebben ook heerlijke festgemaakte stroopwafels. Kijk nou, een trek hier, smaakpupillen werken nog goed hier. Dames en heren, Jürgen Freilich is voorzitter van Bobsleevereniging de Steenbok. En we gaan vanavond een super tolle avond tegemoet. Hi Schatzi, welkom bij dat Jürgen Freilich familienfest. Hebben zin in een feestje? Liefling, was kannst du nicht? Aber das Leben wird dir noch geben, was es mit 17 dir verspricht. Einmal da wirst du 70 sein, dann bin ich noch bei dir. Denn du bist immer, immer geliebt von mir. Ich glaube, ich noch andere so. Schöne Maid hast du heute für mich sein. Und hey, ja, hey. Oh. Sag bitte ja, dann bin ich nur für die Stadt. Und bitte ho, ja ho, ja ho. Schöne Maid, doch nie so jung wie heute. Und hey, ja, hey, ja, ho. Dann kommen wir nicht mehr zusammen. Vielleicht ist es schon morgen. Oh, so they will do that you do it sound. Gesellig, komm. Das Schönste am ganzen Tag, das sind die Pausen. Das ist schon immer in der Schule so. Das Schönste am ganzen Jahr, das sind die Ferien. Dann gibt's sogar auch Interlehrerquot. Da kann man in die Stunde lassen, was man sehen will. Sagen wir, ein Schwein, schön.
zijn. En wenn die Sonne scheint, wie groß ist und klein, und du kannst atmen, du kannst gehen, dich am alles freuen und alles sehen. Schön ist es, auf der Welt zu sein, sag die Biene zu dem Stachelschwein, wenn du und ich, wir stimmen ein. Schön ist es, auf der Welt Sie sieht, wo man ja. Ja, so blau, blau, blau blüht Enzian. Hört ein la 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 Holla di ja, holla di, holla di ho. Blauer Himmel und dann steh. Und das Schweizer Mann. Okay, ich hab alle Handys in der Luft, ein Stück weit für euch gehabt, eh? Ja, ja, so blau, 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 Blüte im Zila. Bring bei Alpen grün. Wir sind mit Tieren rot, 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 und fängt es an, den ich nie. Vergessen gar ein Schmackel. Hossa, 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 Hossa. Fiesta, Fiesta Mexicana, und von lieben allen sind Abschied einwärts. Fiesta Mexicana, es gibt viel zu dir, wirklich sein lässt. Meine Freunde, die sind hier, meine Mann, an meiner Tür. Ja, 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 Fiesta, Fiesta Mexicana, weil dir an den Alten die Sorge schnell vergisst. Adio, adio Mexiko. Deze kleine jongeman heeft geboortestaan, oftewel, hij is vandaag jarig! Hey! Ja, en die jarig is trakteerd. Doe mij maar een braadworst, hè? Ja. Zullen we even een liedje voor je zingen? Ja, dames en heren, 5 jaar geworden. Gefeliciteerd, jongeman. Oh, hij heeft een broche met 50 jaar, maar er zit een poesieplaatje op de oor. Gelukkig, hè? Ja. Mooi, 5 jaar. En wat gaan we voor jou zingen? Wat zeg je lang? Langzaam leven. Langzaam leven, ja. Bent u er klaar voor? Heb je een beetje geoefend? Daar komt hij. 3, 2, 1. Lang zal die leven, lang zal die leven. Lang zal die leven in de gloria. In de gloria, in de gloria. Hiermee de Mien! Hoera! Hoera! Ja, omdat het jouw verjaardag is, mag je tot vanavond 11 uur de shows kijken, goed? Ja, dat is een straf, hè, voor kinderen, nee. Super tof. Gefeliciteerd. Ik heb zo meteen een cadeautje voor je, ja? Goed. Dames en heren, ik zoek eigenlijk voor een leuke spelletje voor vanavond 2 richtige Arnold Schwarzeneggers. En schaut u naar voren. Er is een man in een groene shirt. Ja, ja, ja. Nee, kom maar. Kom maar. En neem je buurman even mee. Neem je buurman even mee. Nee, we gaan een spelletje doen. Boomstamzagen. Ja.
Hier, met de Batman. Je kunt samen met Batman, samen met je bril. Ja, ja, ja. Geef een applaus, eerste drie kandidaten. Boom, stamzagen, meine Damen und Herren. Ik kom uit de Alpen. En dan in de winter heb je natuurlijk hout nodig. En dat gaan we voor de winter Efteling al een beetje kort zagen. Maar ik heb twee jongens. Ik heb horen zeggen dat de dames er beter in zijn. Dames, wie van jullie zou ook weer de boomstam zagen? Die twee moeties. Twee hier. Hier zit een schatje. Ja, wil je meedoen? Nee? Ze zegt nee, maar ze bedoelt ja. Ja. Hier, daar zit één. En die mevrouw, nou, kom maar gezellig. Ja, geef ze een applaus. Twee kandidaten, kom maar. Geef ze een applaus. Hoe zit je aan de jongens? Hoe zit die twee met dan? Oh, die staan er op de buur. Oké, kom maar. Wat is dit? Ja, is het? Ja, leuk voor de aftermovie natuurlijk. En jongens, wie heb ik hier? Even de hand uit de zak. Daar is er op. Wie heb ik hier? Rob. En jij bent de Batman. Uit Sittard. Sittard, helemaal. Uit Limburg. Oh, dat vind je wel leuk, boomstamza. En jij komt ook uit Sittard. Rij ook. Kun je met hem weer terugrijden, schat? Ja. Hoe heet jij? Frans. Nou, super dan. Jongens en dames, ik heb voor jullie hier zo een richtige, ja, hoe zeggen, veiligheidsbril. Heb ik, mogen jullie even opzetten en even de handschoenen aandoen. En dan gaan we richtig even boomstam zagen. Ja, en het is wel leuk, dames en heren. We doen jongens tegen de jongens en meisjes tegen de meisjes tegenover elkaar. Moeten we dus zagen. En dan gaan we kijken wie er dan gaat winnen. En de winnaar komt met het naam op een spotbord in het clubhuis. Maar kom nog even eerst naast me staan. Want dan gaan we eerst even de spieren opwarmen. Wie van jullie is er wel eens op wintersport geweest? Heel goed, dan weet jullie, als je gaat skiën, moet je eerst even de spieren een beetje opwarmen. Dus kom lekker naast me staan, we gaan de skiklas opwarming doen. Doe maar mee, dat is leuk. Ja. Twee keer langzaam, drie keer snel. Heel goed, drie keer snel. Heel goed, hou voor nog 12 minuten. Stap naar voren, hand op je knie, stap naar achter, hand op je knie. Heel goed! Kijk, zit dat eens gaan, jongens. Hallo meneer, dat zijn de andere beren, hoor. Ja, op de baan. Heel goed. En nu doe je stap naar opzij met de schop tegen de voet aan. Kijk zo, links, schop de voet, tegen de hand aan. Haal voor, zijn we opgewaakt? Heel goed, ja. Nu gaan we zagen. Heel goed. Ja, dit is de dikste boomstam die ik kon vinden hier. Dus wacht even, ja, pak ze hem even op. Ja, en dan moet je hem even draaien zo. Kijk, zo draaien. Zo, nee, zo, zo. Moet jij in deze kant blijven staan? Bedankt, heel goed voor het meehelpen. Ja, kijk eens. Jullie mogen hier zagen. En jullie mogen niet dat je de bok door midden zaagt, hè. Wacht, dan ga ik even heel galant. Wacht nog even met zagen, hè. Ja, je was al begonnen. Oh, professioneel zit hier een noest. Ja, dat doet mijn geluidsman expres natuurlijk, dat is een handicap. Ja, oké. Zo, ik geloof er geen baas van. Ja, oké. Goed, en we gaan zagen, maar let op jongens, niet als een wilde beginnen. Het is namelijk een trekzaag. Dus wat moet je niet aan de zaag doen, vlijmen? Duwen. Duwen. Je moet dus trekken, dan wacht je en dan trek jij. Hè? Zo, dus dan moet je gaan samenwerken. Zit dat? Lukt dat? Zeker. Zeker? Oké, okay, goed. Ja, pas op, ik heb een ruggraat. Dus, oké, okay, doe maar iets een beetje opzij zo. Dan zit je de noes. Maak even een beginnetje. Even een beetje. Kijk, dan ga je aan mis, hè. Wat gaan we doen? Oh, jullie doen het professioneel. Dus niet duwen, want dan krijg je dus dit, hè. Zag je het? Nee, als je gaat duwen, gaat hij schwabberen. Ja, beginnetje. Jullie zijn al bijna klaar. Nee, dus niet duwen, hè. Je moet dus eigenlijk een beetje, ja, net als thuis, het huwelijk, het is een beetje geven en een beetje nemen. Jongens, we stoppen even, want we gaan beginnen in 3, 2, 1, ja! Heel goed, rustig aan. Heel goed, kijk eens, hier wordt samengewerkt, mijn dames en heren. Voel ik ze even aan, publicum, laat je horen. Rustig aan, rustig aan, rustig aan. Niet duwen, niet duwen.
Concentreren. Dit sperronderdeel duurt ongeveer 3 kwartier. U kunt gewoon wat te drinken halen in de baan. Geen probleem. Heel goed, ja. Super toll. Er is de man heel fantastisch hier. Zit daar, laat je horen. Geworden. Heel goed. Ja. Ja, je moet positief blijven. Leg de zaal op de grond, jongens. Leg de zaal op de grond. Ja, dan kan ik er afschaffen. Heel goed. Ja. Jongens, jullie hebben gewonnen. Hoe was het? Nou ja, fantastisch. Fantastisch. Toch iets beetje actiefs gedaan vandaag, hè? Veel. Zegt die ook nog. Goed, jullie mogen even de administratie bijwerken. Jongens, jullie mogen even hier je voor- en je achternaam en je woonplaats Sittard invullen. En dames, ik vond jullie fantastisch. Kom even naast me staan. Dames en heren, maak even een applaus voor deze twee fantastische meiden. Ja. Hey. Toch twee geworden. Maak een trapje mee weer vrij, dan kunnen ze een beetje afdruipen. Hè? Zo heet dat. Ja, als we die zes. Je mag de boomstam meenemen als je het leuk vindt. Ja. Goed jongens, jullie hebben gewonnen. Dames, even jullie krijgen nog wel als troost een mooie zonnebril erbij. Gratis. Ja, alsjeblieft. En jongens, jullie naam komt voor eeuwig op ons bordbord in het clubhuis. En jullie krijgen nog iets, een klein cadeautje. Dat we allemaal kunnen zien dat jullie de winnaars waren. Jullie krijgen een zo richtige Efteling Alpenmuts! Ja, en onze jager Job, waar is hij? Die krijgt er ook in, had ik beloofd, hoor. Ja, ik weet niet waar hij is. Waar is de jager Job? Kom maar! Ja, hier is hij. Ja, dat is een keer het mandje neer. Kijk eens, deze is voor jou. Goed, alsjeblieft. Jongens, we doen even samen. Kijk eens, oh, een selfie. Ja. Goedemiddag. Jongens, we doen even samen voor de winnaars een proziet. Heb je niks te drinken? Kom maar, samen. Een proziet, een proziet. Wij de Mönchheit. Zusammen. Een proziet, een proziet. Wij de Ich war ich im Dukas, wo Stadtstraße einmal gehe. Füße nach Hause, danke schön. Da war die Krause, die macht hier mehr was Trophäe. Und von dem Vater, die Mutti. Wo sind die Heikis, meine Damen und Herren? Sie machen es ehrlich mit, da kommt die. Ich bin schon mal ein, bist du wie das Blut der Erde, komm, schenke dir mal ein. Denn wenn ich dann traurig werde, mit Bester Jahr, dass ich immer träume von der Heim. Zusammen, du musst verzeihen. Zwei Angeln, die verstehen, so klar. Ja, oder? Ja, okay, ja. Sag, ich zu dir, Anita. Ja, ja, die Kerne! Ja, ja, ja.
dan zet je niet mijn hoofd meer weg. En het laat je op. Ik zit eindelijk schreeuwen die de spijker op zijn kop slaat. Jordi Kermes! Ja? Ben jij schreeuwen de spijker op zijn kop? Ja, wie nog meer? Daar die man op de hoek, ja? Oké, kom jij maar even met die tattoos en deze jonge man hier. Ja. Tattoos? Kom even met de richting de bühne! Dat is een zonnebeer, is die voor jou? Nee. Wat is. Oh, wacht. Ach, die is. Oh, die is van Armando, mannen en dames. Het is ook geen dure, hè, dat speelt. Ja, ik kreeg hem hier, meneer Armando. Had hij verloren, natuurlijk. Ja, die heeft bijna geen tijd. Hallo, hoe heet je? Ronald. Ronald, en waar kom je vandaan? Roosendaal. Roosendaal? Bij Arnhem of in Limburg? Brabant. Ja, dat is. Oké, okay, ja, die heeft twee Roosendaals. Ik ben topografisch ganz goed aangelegd. En wie heb ik hier? Hier is Robin. Niels, Robin. En waar kom jij vandaan? Tilburg. Yeah. Oh, daar komen er meer uit Tilburg, hè? Ja. En dat is jouw broer, hè? En jullie zijn samen een tweeling. Ja. Eén of drie eieren? Drie eieren. Nee. Twee? Zijn je? Eén eier. Eén eier. Dus, en hebben jullie. Nee, jullie hebben niet dezelfde kleren aan. Je bent niet. Die leeftijd heb je gehad, hè? Nee. Was je dat vroeger wel, dat je ouders dezelfde kleren aantrokken? Die deden dat gewoon. Ene dag, die vond het leuk, die dacht, ach ja, dat is makkelijk in de was. Ja, dat is. Er is op nazorg, waarschijnlijk. Oké. Okay. Jongens, we gaan een heel leuk spelletje doen. We gaan namelijk spijkers slaan. Ja, de microfoonstatief heb je niet nodig. Zet ik even hier achter neer zo. Dat is voor de moderator. Kijk eens, doen we even de handschoenen aan en de bril op. Dat is even voor de veiligheid natuurlijk. En we gaan spijkers slaan, maar dat houden we hem. Is terug van weg geweest in de show. En we hebben extra large spijkers. Heb ik ook even pauze momentje. Ja, natuurlijk. Anders is het een non-stop show niet vol te houden natuurlijk. Maar dat is extra. Ik hoop dat jullie ze erin krijgen. Gisteren hadden we twee dames in de show. En die staan nu nog te timmeren hier achter. Die hebben achter. Ja, af en toe geven we die water een brood. Want anders is het niet vol te houden. Goed, jullie mogen slaan. Wat doe je in het dagelijks leven? Helemaal niks. Oh, heerlijk. Zo'n baan wil ik ook. Ja. Nee, leuk. En wat doe jij? Moet je alle werken acteren. Wat ging je zeggen? Model? Mode en acteren. Oh, je bent model. Wauw, samen met je broer? Samen met mijn broer. Oké, en als hij geen zin heeft, ga jij gewoon. Oké. Dat is makkelijk. En je bent ook acteur? Ja. Oké, okay, wat acteer je dan precies? Wat zou je heel van kunnen kennen? Op YouTube is er een nieuwe serie, Noodlot. Noodlot? Ach, dat klinkt weer dramatisch. Dat is dat serie. Och, en ben je al vaak doodgeschoten? Te vaak. Och, oké, okay, nou, geeft niks. Okay. Het lot gaat bepalen wie er mag beginnen. Moment. Ja, jij mag beginnen. Het zit wel warm, geloof ik, ja. Hammer time! We gaan nu één keer slaan en dan mag de buurman. Nee. Ja, klap maar een beetje mee, dames en heren. Om en om, hè? Om en om. Jordi Kermes! Ja,
is de bedenk te eten hoor, dat was het tussen. En hout van de buren. Oh, dat gaat best goed, jongens. Ik neig naar Roosendaal, maar we zijn er nog niet natuurlijk. Het is maar, het gaat goed, jongens. Moet ik ze even aan. Het zijn twee spijkers in een boomstam. Je hebt er verder niks aan, hè. Dus het is heel leuk. Iets van maar, maar we zijn er bijna. Dames en heren, op één slag. En Roosendaal heeft gewonnen! Ja, maar ik zou het gewoon bij acteren blijven doen, hè. Ja, dat is, of een modellenwerk is nog makkelijker waarschijnlijk. Maar goed, daar komt ie! Hallo, wat is jouw naam? Wat
zeg jij? Christ. Ja. Oh, zo heet mijn neef Ali ook. Oh, ja. Zo, hele mooie. Zo. Willen jullie kindjes ietsje naar achteren? Christ, jij mag deze dobbelsteen vasthouden. Jij mag aan één van die kleuren bedenken. Wat jij doet is, jij pakt één kleur, bijvoorbeeld blauw. Hè? Ja, ja. Zoals dit. Ja, is net een kamel, maar anders, hè? Is een hele mooie, zo. Wat jij doet, hè, is volgende. Jij pakt dan een kleur, bijvoorbeeld blauw, je plaatst op je hand. Jij doet andere hand zo. Dus jouw kleur bovenop, oké? Okay? Zorg ervoor dat ik niet zie. Ga je gang. Oké. Okay. Zo, Chris gaat nu aan een kleur denken. Hij plaatst zo op zijn hand, bedekt zijn andere hand zo. En dan zegt hij, YOLO. Ja, is een hele mooie. Zo, Chris, bedek je hand. Oké. Okay. Chris, maak jouw hoofd helemaal leeg. Dat ging snel. Oké, Chris, wat we gaan doen is volgende. Denk aan die kleur. Blijf denken aan die kleur. Als het goed is, blijf jij denken aan de kleur. Ja of nee? Denk jij aan... geel. Is het geel? Open je hand. Dames en heren, het is geel. Applaus voor Chris. Zo, gaan we nog een keer doen. Ja, bedankt, ja? We hebben niks afgesproken, hè? Nee, nee. Oké, dankjewel voor Jokkebrokken. Zo. Perfect. Wat we gaan doen is volgende. Meneertje, jij, hier. Zo. Oké. Dag meneertje, wie is jij? Peter. Ja. Oh. Oké, zo. Peter. Mooi, waar kom jij vandaan? Uit Gorle. Uit Gorle? Dan zal ik langzaam praten, oké? Oké. Peter, voor jou volgende. Jij mag de dobbelsteen zo goed mogelijk schudden tussen jouw handen. En zonder dat jij weet welke kleur je vast hebt, hou je hem zo vast. Want ik klap straks in mijn handen en dan noem jij een kleur. Welke kleur? Groen. Ik weet niet of het goed is. Of ben jij fan van lingo of zo? Ik weet niet. Oké. Zo, jij mag even voor jouzelf kijken en meteen weer dicht, oké? Ja. Oké, zo. Ik ga kijken. Oh, is er geen groen, hè? Ik zie dat zo aan deze schuldige blik. Oké. Denk heel sterk aan de kleur. Peter, denk je aan zwart? Ja. Is het zwart? Open je hand. Dames en heren, dit is zwart. Applaus voor Peter! Oh, dankjewel. Hele mooie gedaan. Supergoed zo. Dankjewel. Dames en heren, mijn naam is Ali Sterke Verhalen. Tot een andere keer. Veel plezier in de Efteling. Ik heb daar nog een Ali klappen. Daar mag je ook kijken. Kom hier staan. Jij laat deze zien. Zo. En dan jij roepen, wat is deze symbool? En zij roepen water. Let op. Wat is deze symbool? Water! Goed, oké, jij doet deze. Nog een keer, hetzelfde zeggen. Wat is deze symbool? Vierkant. Goed, deze? Wat is deze symbool? Ster! Goed, wat is deze? Wat is deze symbool? Kruis. En deze? Wat is deze symbool? Nul. Geef een applaus! Oké. Dames en heren, klein beetje stapjes naar achteren. Nou gaat het spannend worden. Nee, ook niet. Nee, kom jij staan. Ali, is jouw derde oog geopend? Ja. Ik vraag het mij af. Oké. Ali, voorzichtig. Die steen. Jij gaat schoenelen. Schoenelen, 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 schoenelen. Kan jij voor mij vasthouden steen? Kijk uit, hè. Niet vallen. Niet meenemen. Is geleend van zondag. Kom, gaan. Oké, luister goed. Kijk, dames en heren. De symbolen in de handen van Ali. Ali gaat kiezen één van de symbolen. Zonder dat hij gaat zeggen, wil ik. Kies maar één en leg op jouw hand. Hij kan niet zien. Oké, andere kaart aan mij geven. Handen naar voren. Andere hand ernaast. Deze kant. Oké, jij hebt gekeken of niet? Kijk even. Goed kijken, heb jij gezien? Oké, niet zeggen. Oké. Meisje! Met de steen. Kan jij de steen tegen zijn voorhoofd houden? Oké. Nou, wij gaan de symbool doorgeven. En nou tegen mijn voorhoofd. Heb je iets gevoeld? Heb je iets gevoeld? Oké, let op. Klein pasje achteraf. Ga ik in mijn oog in? De rook gaat mij vertellen wat is symbool. Klopt, jouw symbool is
Water? Ja. Laat zien. Applaus voor alle. Hey. Oh, hoe jij dat? Is ongelofelijk, hè? Wauw. Kunnen jij geheim bewaren? Nee. Kunnen jullie geheim bewaren? Ja! Ja. Ja! Kunnen jullie echt geheim bewaren? Nee! Ali ook? Ja. Oké, voor mijn laatste stunt, ik heb nodig 4 Ali's. Die Ali, kom naar voren. Kom naar voren. Die Ali, kom naar voren. Kom maar staan, kom staan, kom staan. Schoenen liggen, goed schoenen. Oké. Even kijken. Ik zie die papa is een beetje jaloers. Papa, kom naar voren. Geef een applausje. Oké, papa mag aan deze kant komen staan. En ik ben nog op zoek die mama daar met mooie kroelen. Nee, mevrouwtje. Kom naar voren. Kom naar voren. Geef aanmoedigend een applausje. Kom staan, aan deze kant. Dames en heren, klein beetje naar achteren. Voor de grote steun van Ali. Wat is jouw naam? Fout. Jouw naam is Ali. Jouw naam is ook Ali. Meneer, jouw naam is ook Ali. Jij mag zonnebril opzetten. Is een stoere Ali. En nu nog een stoere Ali. Applaus voor mijn Ali's. Okay. Die film te filmen. Film. Film. Oh, je mag even een beetje zeg maar daar een rondje maken. Ja, heel goed. Daar een rondje maken. Ja. Pas op bij meisje.
Scheer een ruimbaan voor tovenaar Miraculous van Fata Morgana. Maak je paardje vrij voor de grote tovenaar. Die meneer achteraan ook een beetje aan de kantje, aan de kantje. Heel goed. Allee. Ja, lekker. Het is al bijna gebeurd. Het is al bijna gebeurd, hè? Ja, dat is de video, hè? Dit is de video. Dat is de video. Oh, en dit wordt de foto. Ja, ja. Dankjewel. Dat is mooi, hè? Ja, dankjewel. Dat we bezig zijn. Wij maken een koninklijk statieportret. Het is geen zins de bedoeling om daar de draak mee te steken. Met andere woorden, om grapjes uit te halen. Dat is beter. Daar komt ie. 3, 2, 1. Cheers. Beter. Gelukkig, dan hebben we eindelijk een nette foto. Dankjewel, jongen. Wat zeg je? Strenge regel? Nou, bijvoorbeeld voeten vegen voordat u het paleis binnenkomt. Prachtig. Heb je al het paleis geweest? Ja, vandaag nog niet. Vorige keer toen je het paleis was, heb je toen je voeten gegeerd. Maar dat is een heel belangrijke regel. De volgende keer onthouden als u het paleis betreedt, de voeten vegen en nog veel belangrijker, kijken met de ogen, niet met de handjes. Kijken met de ogen. Diplomatiek, oh dan is dat wat? Dan is er iets meer voor. Ik heb vandaag mijn voeten ook niet geweest. Wat zeg je? Ik heb vandaag mijn voeten ook niet geweest en ik ga nu in het paleis. Met sandalen nog wel en dan nog de voeten niet vegen. Nou, dat zal lekker gebroken hebben. Ja, heel graag zelfs. Ja, heel graag. Hoe is jouw naam? Joelle, mijn naam is Ogie Punctuel. Ik ben de belangrijkste lakker. Oh, u wist het al. Goed zo, dus u weet ook dat ik uitermate belangrijk ben. Dat wist u nog niet. Bij deze. We gaan een foto. Wie gaat een foto maken? Moet daar nog een foto? Mevrouw, wilt u het vanaf deze kant maken? Want dan heeft u paleis op de achtergrond. Zal ik doen? Sta je tegen me aan te leunen? We maken er wel een koninklijke foto van. Je mag je handen even op je rug doen. Zo. Daar gaan we. 3, 2, 1. Prima. Dank je wel. Wat heel netjes gedaan. Dank je wel. En nog een fijne avond. Dag, jonge dame. Daar was u weer. Gezellig. Wat kan ik voor u betekenen? Heel graag. Heel graag. Ik wil zelf die zaal wel bezien. U wilt plaatsnemen. Alsjeblieft. En wie maakt de foto? Die jonge dame daar. Natuurlijk. Wie anders? Daar gaan we. Hand op de rug voor de dame. 3, 2, 1. Prachtig. Spreekt u netjes? Wat spreekt u toch netjes? Heel goed. Dank u wel, jonge dame. Voor een genoeglijke avond. En graag tot de volgende keer. Het is niet waar.
Waar? Niet waar! Ben je werkzaam in Tolles keuken? Zou je dan de heren van de koninklijke keukenbrigade willen verzoeken om voortaan wat netter zich te gedragen dan dat ze hier vanavond in het kantoor spreken? Ja, vreselijk. Dit was niet de bedoeling, niet volgens protocol. Eerlijk is eerlijk, uiteindelijk werd het mooi, maar ik begon een beetje, ja, hoe zal ik het zeggen? Uitbundig. En als ik ergens een hekel aan heb, dan is het aan uitbundig. Maar dat helemaal terzijde. Ja. Wat leuk, sinds wanneer werk je daar? Sinds maart. Sinds al een hele tijd dus al. Je bent daar helemaal ingewerkt. Ja. Hoeveel pannenkoeken doet u in binnen een uur? Bakt u ze niet zo? Nee, ik breng ze weg. U bent van de bediening? Ja. Dat zijn de beste. Die mogen voor de schermen. Degenen die bakken, die moeten achter de schermen. En met reden vaak. Met reden. Ik zeg hartstikke bedankt, succes. Ja, dankjewel. En ik zie u nog wel. Ik kom af en toe even een inspectieronde doen. Ja, is goed. Alsjeblieft. Dankjewel. Dag. Is er nog iemand anders die kan verblijden met een plek? Mag ik u nog even, jonge dame, complimenteren met uw prachtige jurk? Want van de vele jurken en rokken die ik vanavond voorbij heb zien komen, is die van jou met grote voorsprong de allermooiste. Mijn welgemeende complimenten. Ik zou zelfs willen vragen aan de omringende mensen om een klein licht applausje te laten horen. Ik word er een klein beetje beleven van, maar dat hoeft niet, dat is een schitterende. Ben je al in het paleis geweest? Nog niet. Denk je dat het nog gaat gebeuren vanavond? Je bent van harte welkom. Zijn majesteit zal jouw jurk ook zeer weten te waarderen. Hebben we nog een mooie avond van? En wellicht zien we elkaar nog in het paleis. Ja, dag jonge dame. Zo, hallo. Alles in orde? Ja, zeker. Ja, ik wil ook. Heb je het toestel meegenomen? Ja. Maak jij de foto? Ja, ik ben niet hoor. Nee? Nee. Mag best hoor. En jij? Of hoor je er helemaal niet bij? Ja, wij zijn zusjes. Ja. Mag ik er wel mee? Ja. Oh, gelukkig. Oh, dan gaan we. En 3, en 2, en 1. Is hier geluk? Ja. Nee, ik hoef niet te lachen, hè. Het is protocol. Ik moet mijn zakelijke blik. Kom even, je gaat er ook bij. Maar de dames hebben wel gelachen in de kant. Ja, wacht even. We draaien nog een klein ogenblikje. Als u een klein beetje zo deze kant op draait, dan kunt u het paleis ook erbij fotograferen. Stel dat de foto van ons dan een beetje tegenvalt, heeft u altijd nog een mooie achtergrond. Kun je die parasol weghalen dan? Verschrikkelijk, hè, dat ding. Ja. Dan gaan we. 3, 2 en 1. Ja. 4 camera's tegelijk, dat is altijd wat verwarrend, maar er zit er altijd in ieder geval een goede tussen. Dank u wel, lieve dames. Dat was mee genoegen. Kijk ik weer even op het koninklijk klokje. Ja. Want voor je het weet... Is het alweer tijd, hè? Maar het is nog niet zo ver. Nee, het is nog niet zo ver, hè? Dag mevrouw. Dag mevrouw. Dag meneer. Een mooie foto. Wie heeft gezien, mevrouw, als u vanaf deze kant maakt, heeft u een paleis op de achtergrond. Doe even je handen op de rug, met een koninklijk statieportret. Daar gaan we. 3, 2, hallo mevrouw. Ik zit precies met uw camera voor de camera. 3, 2 en 1. Geweldig, dank jullie wel. Nog een heel fijne avond. Ja. Zo, nou, ik ga eens even een kleine wandeling. Gaat u even een kleine wandeling? Ja, ik ben zo dadelijk weer terug. Mocht u nog ja, dat is te dansen, dan kan dat zo dadelijk. Okay. Ja, en misschien even vloggen dadelijk. Het is weer een goed. Nou, dat was OJ Punctuel, hè. OJ Punctuel was dat. Het wordt al wat donkerder. Oh, nou wordt het ineens licht. Ik heb ineens donker. Dus ja, we gaan nou even bij de Carnaval Festival kijken. En nog bij Joris en de Draak. Toch, zei jij toch? Ja, Joris en de Draak. En dan heb je ook nog... een paar pleintjes, dus dan gaan we daar even kijken en dan ja, gaan we het allemaal wel zien. Het is in ieder geval heel gezellig. Dat er iemand achter ons aankomt. En ik denk dat ik in ieder geval dadelijk geen poten meer over heb als ik klaar ben. Ik ben kapot, man. Ik heb geen poten meer over. Ik ben zo moe. Ik ben moe. Kevin heeft in ieder geval ook een hoop video gemaakt. Ja, wat. Eindelijk weer eens even een vlog hier op zijn kanaal. In ieder geval weer eens even belangrijk, hè? Weer een vlog. Een impressie gemaakt. Ja, oh, hij gaat een impressie maken. Impressie. Ja, ik maak een vlog en hij maakt een impressie. Dus, nou. Zo, het is hier druk. Carnaval Festival is druk met mensen. Dus, we gaan even kijken.
Ik hoor al keiharde muziek komen. Dan gaan we wel even kijken wat het wordt. Hè. Ik zie al Mr. Vogelhoek zie ik al. Kijk eens. We'll be right back.
Weet je wat het is, Efteling? Ik voel me sexy als ik
in het veld. Anne en Manny. Dat is alles, hè? Anne en Manny. Anne en Manny. Dank je. Deze kant. Anne en Manny. Zo, dan moeten jullie dan weer overheen. Zie dat maar eens klaar te spelen. Anne en Manny. En met z'n allen. Anne en Manny, koek. En dit is de laatste keer in de Fata Morgana voor vandaag. Het is al aardig laat al. En we gaan nog even één keer de Fata Morgana in. En dan dadelijk nog even de afsluitshow van Aquanura met Chesto. En dan is het weer compleet vandaag. Kijk, mijn vlaggetje heb ik nog. We gaan nu naar binnen toe. Kijk hoe druk het is. Zo, nou het is nog aardig druk, dat had ik niet verwacht. Het is nog aardig druk. Dus, nog eventjes wachten. Het is aardig druk. Ondanks het laatste tijdstip. Goeiedag zeg. Kijk eens van de drukte.
Zo, nou, we zijn inmiddels het park uitgegaan. En, wauw, Chester was echt wel top. Was echt wel gaaf. Kevin, wat vond jij van Chester? Ik heb niet goed kunnen zien. Dus, tekort gezien. Ja, ik stond toevallig net op de goede plek, op het goede moment. En ik was een muur opgeklommen. Dus ik kon wel aardig goed filmen, kon ik. Zo, het is inmiddels heel erg donker hier. Oh. Ik ga een beetje daar lopen, want dan kan ik wat meer zien. Het is een beetje donker hier. Oh. Maar dit was de vlog van vandaag. Nu gaan we naar huis, nu gaan we slapen. Nu gaan we, ja, ik ga naar huis. Ik heb geen poten meer over, ik ben moe. Ik heb het gehad. En ik ga daar slapen. Ik ben echt helemaal, ik ben helemaal dood op. En volgende maand zijn we er gewoon weer. Hè. Zijn we gewoon weer in de Efteling. Misschien wel eerder. Ik hè. Weet nog niet. Moet nog kijken. Maar dit was, dit was in ieder geval de vlog. En ook het Negenpleinenfestijn. Was de eerste keer voor mij. Was super avond. Ik ben alleen vreselijk moe. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken naar deze vlog. Efteling vlog. En ik weet nog niet dat ik hem ik denk dat ik hem nog wel op It's All Tech zo ook gewoon plaats. En ja, ik zou zeggen jongens, tot de volgende keer. Doe het duimpje de lucht in, druk op het belletje, abonneer en ik spreek jullie allemaal gauw weer. Groetjes allemaal jongens en hier vanuit een donkere Efteling, de groetjes allemaal. Bye bye en skabidi, skabidoo, skabidabidoo.